kan jij misschien betalen? Want volgens mij, ik kan mijn geld niet vinden. Maar achteraf gezien denk ik, ik heb gewoon alles betaald op die eerste date. Hi guys, ik ben Neda en je kijkt naar Spoton, het platform voor vrouwen door vrouwen. In deze serie over grenzeloze liefde spreken we liefde die soms letterlijk grenzen overgaat. Vandaag gaan we het hebben over online daten en elkaar vinden op het internet. En iemand die ook haar partner heeft ontmoet op het internet is onze prachtige Widia. Widia, welkom. Dankjewel. We leven in een digitaal tijdperk. Denk je dat in deze tijd het nog mogelijk is om je partner in real life tegen te komen? Ik persoonlijk denk van wel. Ja? Ik denk dat ieder zijn partner daar vindt waar hij of zij hem moet vinden. Mm-hmm. Maar het online daten maakt het wel makkelijker. Heb je dan wel eens iemand op straat aangesproken om diegene te vragen van hey, zou ik nog een date willen? Of ergens in de bar? In de club, of in de club, yeah. Ja. Ja, in de club heb ik wel eens iemand aangesproken, ja. Hoe ging dat ook? Ja, ik vond hem gewoon knap en dan liep ik gewoon op hem af en dan zei ik gewoon hey, hallo. En dan gingen we dansen en dan komt er meer uit. Maar op zich, echt iemand op date vragen, dat doen we volgens mij niet echt meer. Ik kan me voorstellen dat jij heel veel liefdesverklaring krijgt via de DM. Ja, dat valt dus echt wel mee. Valt mee, ja. Het gebeurt bijna niet, heel zelden. Daarvoor wel, echt heel veel. Ja, echt DM's dat ik dacht, doe even normaal. Er zijn best wel wat dickpics binnengekomen, ja. Dat is sowieso okay. Dat ik denk, nou... Daar reageer je natuurlijk dan niet op? Nee, dat moet je echt niet bij mij doen. Dat vind ik gewoon echt walgelijk. En ook, ja, best wel rare dingen. Gewoon in de zin van, mag ik met je afspreken? Want dan kan ik aan je voeten ruiken of zo. Weet je, dat soort dingen dat je denkt... Die heb ik ook wel eens binnen gehad. Dat is raar, ja, toch? Ja. Was je met Felix wel meteen op date geweest? Officieel had ik hem gezien op een feestje. Mm-hmm. En ik had dus een foto gemaakt met mijn vriendinnen erbij. En we waren gewoon allemaal zo outfits, waren mooi. Dus ik had dus een paar artiesten getagd van het feestje. Gewoon voor lol. Van, hey, ja, we zijn op het feestje en we're here. Op Instagram gepost. En toen had hij blijkbaar die foto gezien achteraf en zei hij, hey, je was ook op dat feest, toch? Terwijl op dat feest stond hij de hele tijd naast mij in het publiek. Hij had zelf gedraaid en ik vond zijn set echt vreselijk. Ik had gewoon helemaal geen zin in de muziek die hij draaide. Hij kwam naast mij staan en hij keek heel de tijd zo over mij heen. En ik dacht echt, je ziet mij wel. Je ziet mij echt wel. Ja. Maar je doet alsof je me niet ziet. Maar ja, hij houdt tot op de dag van vandaag vol dat hij me gewoon echt niet zag. Dat hij echt niet zag. Nee. Echt niet waar, liar. Ik heb hem wel gezien. Maar hij liegt niet over dat soort dingen. Dus ik weet ook wel, hij heeft me gewoon niet gezien. Hij is ook 1 meter 88. Mm-hmm. Dus hij kijkt gewoon over mij heen waarschijnlijk. Maar je had hem wel gezien? Ja, ik had hem wel gezien. Ik vond hem heel knap, maar ik vond hem heel irritant. En ik dacht van ja, hallo, kijk me gewoon even aan of zo. Ja. Weet je wel? Je wilde wel aandacht van hem. Ik wilde blijkbaar wel aandacht van hem, ja. Ja, en de volgende dag kreeg ik een DM. En zo is het begonnen. Straks heb ik het met Widia nog over haar relatie, want die is natuurlijk ook ontstaan via Instagram. Ja meiden, het kan echt. Maar nu is de Spoton Squad, want die gaan hun verhalen delen over online daten. Ware liefde begint nooit op social media. Ik ben daarmee oneens. Nee, ik denk niet per se dat je daar een label aan vast moet maken dat op social media niet kan of zo. Ik heb wel eens een relatie gehad omdat mijn ex bijvoorbeeld via Instagram mij heeft benaderd, dus het kan wel, het bestaat wel. Het is nu dan wel uit, maar het kan wel, het kan overal gebeuren, dus die labels moeten weg. Ben ik het mee oneens. Je zou zomaar iemand kunnen ontmoeten via social media en dan in het echt heb je ontzettend goede klik en dan uiteindelijk blijkt dat de liefde van je leven te zijn. Oneens. Ik denk dat liefde wel op social media kan beginnen, maar ik denk dat het wel belangrijk is dat je niet gaat zoeken op social media naar liefde, want ik denk niet dat je het dan gaat vinden. In deze tijd is de kans groter om iemand online te ontmoeten dan in real life. Definitely eens. Ik denk dat het heel makkelijk is om via social media mensen te ontmoeten. Je bent natuurlijk in contact met veel meer mensen dan je normaal zou zijn. En het is ook veel makkelijker, toch? Het is veel laagdrempeliger. Ben ik het denk ik mee eens. Ik denk dat ik het wel makkelijker vind, maar ik vind het niet leuker. Ik ga veel liever echt op iemand afstappen en bij wijze van iemand zijn nummer vragen of gewoon in gesprek gaan met iemand. Kijk, voor hetzelfde geld stuurt hij hetzelfde berichtje naar 10 andere meiden en dan kijkt hij maar gewoon wie het eerst reageert, weet je wel. Ik val er niet zo voor, weet je. Je kijkt naar mijn foto's, maar je weet niet wie ik echt ben. Eens. Kijk maar naar onze generatie. Het draait allemaal op social media. Het is niet meer real life zoals vroeger. Ik denk dat je op Instagram of andere social media platformen wel iemand eerder ontmoet dan in real life. Iemand valt in het echt toch altijd een beetje tegen. Eens?
Eens, ja. Ik moet eerlijk zeggen dat iedereen die ik online heb ontmoet, tegenviel in het echt. Ja, ik heb wel eens gehad gewoon dat die jongen niet zo mooi was als dat hij leek op zijn profielfoto. Ik heb ook wel eens gehad dat de persoonlijkheid gewoon totaal niet overeenkwam met hoe ik dacht dat hij was. Ja, het valt eigenlijk altijd wel een beetje tegen. Ook hier ben ik het mee oneens. Ik ga niet met iemand in het echt afspreken als ik niet het idee heb dat we met elkaar op één lijn liggen. Nee. Nou ja, wacht even, laat me nadenken. Ik weet het niet. Nee, oneens. Nou, de mensen die ik in real life heb ontmoet, vielen mij eigenlijk niet tegen. Maar dat komt, je voelt die bepaalde connectie wel met iemand als je met diegene praat. Ook bijvoorbeeld via, ik zeg maar wat, WhatsApp of tegenwoordig heb je FaceTime. Dus dan zie je elkaar ook wel. En als ik geen connectie of zo voel, dan zou ik ook niet zo snel met diegene afspreken. Om even terug te komen op de vraag. Iemand valt in het echt toch gewoon altijd een beetje tegen. Dat heb je een beetje zelf in de hand, vind ik. Wij hebben eerder een video opgenomen met Widia over haar beautyrituelen. Wil je die video zien? Dan moet je eventjes hier klikken. Widia, je hebt nu 3 jaar een relatie met jouw vriend Felix. Ja. Hij was in jouw DM geslijt. En hoe is dat gegaan sinds die DM? Sinds de DM? Ja. Wilden we gaan afspreken. We wilden gewoon wat leuks gaan doen in Amsterdam. En er kwam maar geen datum naar voren. Want hij kon niet, ik kon niet. En volgens mij was het na 3 weken dat ik dacht, hallo, I want to see you. Dus het is nu gewoon tijd. Dus ik zei toen ook tegen hem, ja, nu is het klaar. Nu stuur je me gewoon een datum en dan gaan we gewoon die datum doen. Achteraf hoorde ik dat hij dat wel leuk vond, dat hij dat wel grappig vond. Ja. Beetje pittig. Ja, dat was echt een hele leuke dag. We hebben gewoon echt van alles gedaan. We zijn nog in een fotoboot geweest, waar dan per ongeluk het kader I love you omheen kwam. Dus we moesten beiden echt super hard lachen, omdat we dachten van wauw. Maar ja, dus we gingen allebei met de trein terug. En op een gegeven moment zei ik, nou, ik moet de volgende halte eruit. En we hadden het heel leuk gehad. We bleven nog een beetje babbelen in de trein ook. En opeens pakt hij me bij mijn been vast en geeft hij me een kus. En ja, we hadden echt vet veel geflirt. Dus ik had het ook wel eens kunnen zien aankomen. Maar het was wel dat ik dacht, oké. En ja, sindsdien zijn we gewoon vaker op date gegaan. Wel echt voor 6 maanden lang. Ja. Wat trok je aan, zeg maar, dat je toch met hem op date wilde gaan uiteindelijk? Mijn vriendin heeft me overgehaald. Ja, dat? Ja, ja echt? Of ja, dus ik mag eigenlijk haar bedanken. Het was gewoon wel dat ik dacht, het is een leuke, knappe jongen. En in real life, natuurlijk voelde ik me best wel aangetrokken tot hem. Dat wel. Maar pas toen ik hem echt op die eerste date in echt real life zag, toen pas besefte ik, oh, je bent echt wel heel leuk. Deed hij zeg maar ook gelijk alles goed op die date? Of waren er dingen op dat je denkt van, oh, daar moet je nou echt wel opnieuw punt op gaan scoren, hoor? Well. Het is nu wel anders, maar het is heel toevallig. Wij zaten in een tentje wijntjes te drinken en op een gegeven moment zegt hij, kan jij misschien betalen? Want volgens mij, ik kan mijn geld niet vinden. Wat dacht je toen? Ja, op dat moment boeide het me niet. Toen dacht ik, oh ja, tuurlijk, ik betaal wel even. Maar achteraf gezien denk ik, ik heb gewoon alles betaald op die eerste date. Denk je dat het expres was? Had hij het echt niet, denk je? Nee, hij was toen wel echt een stuk skeerder dan nu. Als we nu naar de Instagram pagina van je Felix gaan. Ja. Zou je op basis zeg maar, van zijn laatste foto's met hem op date gaan? Op dit moment, als je hem niet zou kennen. Nou, ik coach hem heel de tijd dat zijn Instagram echt wack aan het worden is. Maar op zich, als ik dit zo zie, ja. Mag je zien? I would still fall for him. Ja? Ja, zeker wel. Ja, hij is toch wel gewoon die hele lieve jongen met dat ruige randje, wat ik gewoon wel echt heel leuk vind, ja. Dus tot slot, echte liefde kan je dus online vinden? Ja, het kan wel, maar het is ook gevaarlijk. Waarom? Omdat je dus niet op basis van een foto kan beoordelen of iemand echt leuk is, of echt betrouwbaar is of zo. Je moet iemand eerst online leren kennen, dat kan. Maar daarna zou ik het wel brengen naar het echte leven. Denken jullie dat je online de liefde van je leven kan vinden? Laat het weten in de comments. Widia, bedankt voor je komst. Geen probleem. Het was echt leuk. Heel leuk gesprek. Ja. En ik vond echt, ik weet niet, jullie relatie is gewoon zo, het past bij elkaar, het hoort bij elkaar. Zo voelt het voor mij ook. Ja? Dus het was gewoon meant to be. Yes, zeker weten mensen wie. Vergeet jullie niet deze video te liken en te abonneren op ons YouTube kanaal. En dan hopen wij jullie graag te zien bij een volgende video van Spaton. Bye guys! Bye!